Door de nodige interlandverplichtingen trainde de ploeg van Jurgen Streppel maandagmiddag met een uitgedunde selectie. Wel zagen we Marco Rogas weer terug op het veld. De international van Nieuw-Zeeland was net teruggekeerd van een lange vliegreis. Yeah, it was good. Nice to see all of my New Zealand teammates again, all my old friends, and it was a very good game against a very good team. Sad to have lost, but it was a good trip. Je zit eigenlijk nog midden in de interlandperiode. Kun je dan een beetje uitleggen hoe dat dan werkt als je nog bij de club zit? Ja, het leven gaat gewoon door. Hier natuurlijk gewoon trainen. Krijg wat meer dagen vrij. Dus je hebt wat tijd om wat voor jezelf te doen, wat je leuk vindt. Sommige jongens gaan terug naar hun thuisland. Sommige jongens gaan terug naar hun ouders hier in Nederland. Net wat je wilt. Maar goed, nu lekker begonnen met trainen en op naar de komende wedstrijden. And it was in Japan. How is it to travel so many and then come back and go back into the normal rhythm? Yeah, it's something that I've done quite a lot now, so I know what I need to do now that I'm back here to recover quickly. It's tough for the first couple of days. The afternoon training, sometimes you feel it, but it's good. I kept busy today, so hopefully I'll have a good sleep tonight, and then over the next few days, slowly overcome the jet lag. And you had to play against Yuki Kobayashi. How was it to see him there? Yeah, it was good. It's not often that stuff like that happens, so that was cool to see him there and to play against him for, I think it was 10 minutes we were on the same pitch. So that was cool. It was good to see him. We swapped shirts after the game too, so that was nice. And you played the whole match, or? I played 75 minutes. I think Yuki came on after the 60th or 65th, so we had a little bit of time on the pitch. FC Utrecht is de volgende tegenstander in deze moeilijke reeks. De ploeg uit de Domstad is een lastige concurrent voor de Vriezen. Ja, Utrecht altijd een goede ploeg, zeker bij hun thuis. Ik denk altijd een lastige wedstrijd. Ik denk dat we gelijkwaardige teams hebben, dus het kan een leuke pot worden. Ja, ze zeggen wel eens, ja, Utrecht speelt altijd wat anders dan de andere ploegen. Is dat nog steeds zo? Ja, ze kunnen meerdere systemen spelen natuurlijk. Ze wisselen ook wel eens wat van systemen. Dus we zullen zien in wat voor opstelling we gaan spelen. Alleen we moeten altijd van onze eigen kracht uitgaan. En dat zullen we duidelijk doen. Yeah, it should be a good game. They're a good team. They play good football. And it'll be important for us to bounce back from the game before the international window. And to just pick up the momentum that we had before the last game against Ajax. An important game for us. Utrecht speelde twee weken geleden gelijk tegen Vitesse. En de week daarvoor werd dramatisch verloren met 7-1 van PSV. Ook het laatste resultaat van Heerenveen was niet positief. Toen er met 4-0 werd verloren van Ajax. Ja, je gaat na de dag daarna gaan we gewoon rustig de beelden terug bekijken. Kijken wat er juist goed ging en wat er niet goed ging. En die dingen bespreek je. En dat neem je mee, leer weer van. En dan is al gauw weer de focus op de volgende tegenstander. Marco Rojas startte de vorige wedstrijd in de basis voor de geblesseerde Zanelli en heeft daarom een goede kans om ook aankomende zaterdag in Utrecht vanaf minuut 1 te gaan spelen. I hope so. I've always wanted to get as much game time as possible, so it'd be nice to start to get a bit of a run of game time. But I also have to prove that I'm good enough to be in that position and to play in the next couple of games. So now my focus is on this week of training first. Getting over the jet lag and then working as hard as I can to show that I'm ready for the game on the weekend. 3 points, back to Friesland? Exactly, yeah, that's what we want. Ja, daar gaan we wel voor inderdaad. Aankomende zaterdag speelt SC Heerenveen om 20:15 in de Galgenwaard in Utrecht. Komend weekend is het de 26e keer dat de Utrechters en de Friesen het tegen elkaar opnemen in de Eredivisie. De statistieken zijn in het voordeel van de Domstedelingen. 10 keer wisten zij te winnen, 8 keer won Heerenveen en 7 keer werd het gelijk. Met 40 tegen 33 doelpunten is het doelsaldo ook in het voordeel van FC Utrecht. 2 keer eerder werd het duel in oktober gespeeld en 2 keer gingen toen de punten mee terug naar Friesland. 20 jaar geleden, 15 oktober 1997, werden het dankzij treffers van Radoslav Samardzic, Ruud van Nistelrooy en... Alcatapi, ja hoor! ...met 2-4 gewonnen in het oude stadion van Galgenwaard. Vanuit stand, doelpunt, Harry de Sever. Samardzic, ja, weggevertje.
Zal eens uithalen. Doelpunt! Doelpunt van Mol. En we staan weer op 2-2. Radomski. Ja! En dan is daar het doelpunt van Van Nistelrooy. En brengt de stand op 2-3. Al-Khattabi. 2-4. Een overwinning in 1997. Deze Heerenveen 6 seizoenen op rij niet te winnen. Totdat de wereldkampioen vrije trappen nemen in Utrecht op bezoek kwam. Daar is de aanloop van Yildirim en daar is de goal voor Heerenveen. Het is tegen de verhouding in, dat wel. Maar na 24 minuten leidt de ploeg uit Friesland. 22 oktober 2011 werd de grootste overwinning behaald. En dat mede dankzij de snikkelgoal van Spoems. Kuums de kluts en Heerenveen staat op voorsprong. Wat een fortuinlijk doelpunt. Hij maakt hem met zijn jongen hier. Laat ik het netjes in. Narsing, een lastige hoek, maar daar is Dos bij de tweede paal. Die mag scoren, van buitenspel is geen sprake. En zo heeft Bas Dost zijn doelpunt. Narsing er langs bij Zulo. Bal door de benen. Dos let gewoon goed op. Djuricic, Dost, Djuricic. Dat is fraai gevoetbald en de voetbeweging met buitenkant schoen. Van Djuricic is schitterend. De combinatie met Dost, het hakje fraai hier, maar de voetbeweging van Filip Djuricic verdient de schoonheidsprijs. Snijder, Snijder, mooie goal. Zo. Asaidi, weer de versnelling, daar heeft hij nog de energie voor, hij maakt het zelf af. Via de binnenkant van de paal. Dos was vrij. Maar Asaidi scoort. En zo is er echt een einde gekomen aan de illusies van FC Utrecht. 1-4. De laatste overwinning dateert uit 2015. Het werd toen 1-2. Hoek lastig, maar hij heeft weinig ondersteuning. Dus naar binnen en dan schieten. En het doelpunt. Mooi gedaan. Slagveer scoort. Dat is mooi gedaan, ja. Prima aanval. En daar is de 0-2. Wat een schitterend doelpunt. Larsson scoort. Oet, door de benen van Lewin. Dan even zo voorgeven. En in één keer ingeschoten.